Wat een ongemak heerst er bij Linda de Mol, ze wil zoveel mogelijk podia pakken om de terugkeer van Gooise vrouwen te promoten, maar dat moet dan wel allemaal inrichtingsverkeer zijn. Onafhankelijke journalistiek? Daar kost de gevallen tv-koningin op sinds het wangedrag van haar liefje Jeroen Rietbergen is geopenbaard. Linda heeft nu vooraf opgenomen promogesprekjes naar RTL, Boulevard en Shownews gestuurd, zodat ze geen risico loopt op het krijgen van allerlei lastige vragen. Dat shownieuws daarin meeging is geen verrassing, maar ook het journalistiekere RTL Boulevard zond dat PR-stukje gisteravond braaf uit. Waarom in vredesnaam? Gelukkig plaatst Rob Gosens na het bewuste PR-item nog wel een kritische kanttekening. Je zou bijna denken: hé, hey, haar relatie is blijkbaar weer helemaal goed, want we mochten Linda interviewen, maar de goede verstaander heeft wel gemerkt dat de kritische noot ontbrak en dat is niet toevallig, begint hij in de showrubriek. Wat dan? Ze houden ons waarschijnlijk voor de Noord-Koreaanse staatsomroep, want ze hebben ons een bankje opgestuurd en daar moeten we het meedoen. Weet je, het is leuk om ze te horen erover. Ik heb echt wel zin in de hele serie en tegelijkertijd ze praten over de serie alsof ze de hoogstpersoonlijk te hebben uitgevonden. Niet dus, Gooise vrouwen was geestig, maar is inmiddels toch een beetje vergane glorie. En het stoort me dat ze niet gewoon interviews geven. Dinsdag is de première en ik hou mijn hart vast, al dus Rob die een heel vrolijk geel Colbertje droeg in de showrubriek. Linda betrad Theater Carré vorige week in het grootste geheim om te shinen op het televisier Gala, en dat zal bij haar eigen première ook wel weer gebeuren, al dus Rob. Ik denk dat Linda zich gewoon weer via de vuilstortkoker naar binnen laat droppen en niet over de rode loper gaat waar de mensen met vragen staan. Collega Daan Nieber, nu ze jou heeft gehoord, denk ik dat ze echt heel ruimhartig zal zijn en je te woord gaat staan, Rob. Rob, het zou zeker goed zijn.